Een blote voetenpad hebben ze hier dus ook. Fit me like a glove. Kijk, zo'n bos in. Het is echt fantastisch. Wat? Een verjaardagstaart. Ja, de koffer wordt weer ingepakt. Want we gaan een aantal dagen lekker naar de Veluwe, het bos in. We worden het bos in gestuurd. We gaan naar buitenplaats Beekhuizen. En die hebben een super toffe forest cabin. Echt midden in het bos. We hebben foto's van gezien, ziet er fantastisch uit. En wat gaan we daar doen, Filou? We gaan ook in slapen. We gaan er ook in slapen, hè? Naar wie gaan we op zoek? Een spinnenweb. Een spinnenweb, oh, dat is wel leuk, ja. Je kan niet kiezen wat je meeneemt. Maar ik zit... Nee, het is maar voor 2 dagen. Hè? Weet mama niet, zit het wel. Wat moet ik meenemen? Zal ik het even pakken? Nee. We hebben er wel heel veel zin in. Ja, leuk, hè? Heel leuk. Nou, Filou zit wel op de favoriete plekje, achter in de auto. Ik vind ze helemaal fantastisch. En je hebt al gestuurd net, hè? Ja. En op naar Velp. Ja. Ja, ik voel me natuurlijk nu al gewoon zo'n outdoor man die even het vuur aanmaakt. Dat was natuurlijk... En te één klik gedaan. Maar het ziet er wel gezellig uit, toch? Nou, welkom in onze Forest Cabin. Ik denk dat het echt een gezellige, knusse avond gaat worden hier. Echt heerlijk. Nou, snel naar binnen. Had je lekker geslapen, Fleur? Ja. Ja? Het is lekker stil hier, hè? En donker. Zo midden in het bos. Maar goed, we werden wakker van een getik op het dak, hè? Wat is dat voor getik? Regen. Dat is de regen. Daar worden we wakker. Ja, daar worden we dan wakker van, hè? Tikken, 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 tikken. Waarom worden we daar wakker van? Ja, omdat dat zo hard tikt. Ineens word je daar wakker van. Het kan ook wel lekker zijn om te slapen met de regen. Maar goed, je hebt dus een huisje waar helemaal van natuurlijke materialen gebouwd is. Voor mij. Voor jou, precies. En daardoor is het natuurlijk ook... Ja, dat je de regen goed hoort. Ja, je zit midden in de natuur, dus dat is... Kijk. Oh, wat is dat? Nootje. En waar is dat nootje van? Speculaas. Oh, lekker zeg, heb jij dat al begonnen. Goed, Filou, een lekker speculaasje. En papa, wat heeft papa net gemaakt? Koffie. Ja, lekker koffie. Zo. Houdt mama ook van koffie? Ja, mama houdt ook van koffie. En dit is Dolce Gusto. Dat is best goede koffie. Het grote voordeel is, de cups zijn natuurlijk een stuk groter dan van Nespresso, waardoor er meer koffie in zit en logischerwijs dus je koffiesmaak ook beter wordt. Hey. En dat is waar. Kijk! Wat ga je doen? Dit is... I've been searching for so long, so what's another week or two? 'Cause every time I see you life goes bright. The moon, the stars, the butterflies. Voorzichtig bij dit van de mes. Ja, je doet heel voorzichtig. Wat een uitzicht, hè? Ja, kijk zo het bos in. Het is echt fantastisch. Heerlijk. En ik was net al even naar buiten. Ja, oh. En? Ja, dan ruikt het ook zo lekker. Naar dennengeur. En hoor je ook vogeltjes? Vogeltjes, ja. Ik ook. Jij ook? Niet, ik vind het echt zo'n fijn plekje. For so long, so what's another dream or two? 'Cause every time I see you, life goes bright. Eerste nachtje gehad hier op de buitenplaats Beekhuizen. Echt fantastisch als je het hebt over midden in het bos. Dit is midden in het bos dus. Wat zeg je? Ja, we moeten even naar zijn onderweg naar het speeltuin, maar ik wilde jullie dit toch even laten zien. Moet je kijken, allemaal van die gave tenten. Ja, tenten, dat doe ik het mee te kort. En hier, daar, dat zijn van die kleine... daar, dat kleine ding, dat zijn van die kleine pots waar je met z'n tweeën in kan overnachten. Ook super gezellig, van die mooie safari tenten, noem ik het maar even. Echt allemaal glamping. En midden in de natuur. Dus we kwamen gisteren aan en toen zagen we al wilde zwijnen gewoon vroeten. Super tof. Het ruikt lekker. Het regent wel een beetje, maar dat maakt niet uit.
Ja. En dat is ook leuk. Doet hij het goed? Mooi, niet zo hè? Ja, ik zie het. Wat mooi zeg. En nu zijn we bij het restaurant hier zo. Restaurant Woets. Prachtige naam natuurlijk. Zo lekker een kopje koffie drinken en Filou is al lekker aan het glijden geweest. En ze vindt nu een fietsje. Dus dat zal... Lukt het? Is het een moeilijke fiets? Oh. Oh ja. Nou, wat ik al zei, een experiment. Ja, dat is meer een fotografie, videoneurd ding. Voorheen, tot nu toe filmden we eigenlijk de vlogs met onze EOS R. Vooral om een cinematic effect te krijgen. Maar mijn telefoon was gevallen, die was stuk, dus ik moest een nieuwe. En nu heb ik dus de nieuwe iPhone 13 Pro. Waarom? Omdat daar dus zo'n cinematic modus op zit. Nou, en dat betekent dat ik dus nu gewoon simpel kan kiezen van scherp nog naar hem toe of naar Filou toe. Nou, ben benieuwd hoe het in de vlog terugkomt. Wauw, een schelp. Mooi zeg. Een blote voetenpad hebben ze hier dus ook. Alleen het is zo slecht weer dat we niet op blote voeten gaan, maar dan maar op de laarzen, hè, Filou. Maar dan moeten we wel goed vasthouden, het zal wel glad zijn. Kom, dan gaan we. Even papa een hand. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. Lukt het? I know it sounds crazy, zo over die grote kei, I could share them with you. And I really don't mind waiting as long as it takes. Ik zag het, ja, ik ben trots op je. I've been searching for so long. So what's another week or two? Nog een keer, nou loop maar. Lukt dat alleen? En zelfs terwijl het regende was het heerlijk om buiten te zijn, de frisse lucht. Maar dat wisten we al. Het regent ook niet continu. Nee, dat is waar. Lekker buiten, hè? En lekker appeltaart. Oh, dat is toch lekker. Ja, en ik wilde eigenlijk nog laten zien hoe we de foto's gemaakt hebben hier bij deze cabin. Dat ga ik zo nog wel even laten zien. Maar ik vooral zelf vind ik het erg leuk dat het gelukt is met ja, hele kleine boompjes die je eigenlijk haast niet ziet staan. Om die te gebruiken om een tof herfsteffect in de foto te brengen. Ik ben er wel tevreden over. Wat vond jij van de... Mooi. Ja, het is een goed begin, hè? Ja, wel, er zitten wel verbeterdingetjes in, maar dat is altijd... Dus nou, dat ga ik zo meteen nog even laten zien hoe we dat gedaan hebben. Maar nu eerst nog even appeltaart. Nou, ik had nog beloofd om te laten zien hoe we de foto's gemaakt hebben hier. Ik wilde een beetje de herfstsfeer creëren. Want gisteren was er sowieso geen zon, was een beetje bewolkt. En ja, daarmee die herfstsfeer creëren. Nou, dat is gelukt door eigenlijk gebruik te maken van dit hele kleine boompje. Je ziet hem bijna niet staan. Die heb ik gebruikt om tussendoor te fotograferen die kant op. Ja, het is natuurlijk leuker om de foto te zien die we gemaakt hebben. Kijk. Maar aan die kant ook. Ja, we zijn de auto ondertussen aan het inpakken. Maar kijk. Even laten zien. Ook deze kleine boompjes hier. Hebben een heel mooi effect gegeven, dat herfsteffect, die herfstkleuren, in de foto die ik voor ogen had. Maar zo maakten we dus deze foto's. Zo, heerlijk spot. Dat was het weer. Het was echt super. Een heerlijk huisje, lekker genoten. Ja, meteen in het bos. Filou die is continu aan het steentjes zoeken en... Ja, een blote voetenpad is er geweest en het is gewoon een heerlijk verblijf. En nu gaan we nog even lunchen. Ja, maar eerst gaan we nog even lekker wat eten.
het was erg lekker. Dus buiten genieten van die heaters aan. En dan een dekentje over je benen. Ja, dat dan weer wel. Dat was erg lekker. Maar zo zitten we lekker, lekker nog buiten te eten. In oktober. Inmiddels al aan. Ja. Chocolademousse met karamelijs. Erg lekker, hè? Ja, zeg wel genieten, ja. Mama, hey. Kijk die is zo mooi. Wat hebben we net besteld? Ik weet het niet. En weet je het niet? Super. Wat? Gaan we regelen? Komt helemaal goed? Ben je spullen zaterdag? Wat heb je nou net besteld met mama? Ik heb het besteld. Nee. Nee. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyperpiep, hoera! Hyperpiep, hoera! Hyperpiep, hoera! Wat zou die in? Ja, wat zou die in? Dat is jouw cadeautje. Voor mij. Pak! Wauw! Wauw! Wat is dat? Wauw! Oh, een babyborn. Het moment om de taart op te halen. Ik ben benieuwd hoe die geworden is en vooral hoe die smaakt. Mama, is de taart? Ja. Zo leuk. Hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is Fino. Hiep in de pik, hoera! Hiep in de pip, hoera! Hiep in de pip,